Je hebt gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen en natuurlijk ledlampen. De gloeilamp behoort binnenkort tot het verleden, want die is heel energieverspillend. Maar ledlampen hebben de toekomst, want die zijn zuinig. Waar moet je op letten bij het kopen van een ledlamp? In 2012 testten we de eerste ledlampen en die gaven toen nog maar weinig licht. Inmiddels kunnen ledlampen de gloeilamp prima vervangen. Alleen is het soms even puzzelen om de goede sterkte te vinden. Vroeger kocht je een gloeilamp op basis van het aantal watt, bijvoorbeeld 25 watt voor gezellig sfeerlicht en 100 watt voor in een werkkamer. Bij ledlampen wordt het in lumen uitgedrukt. Dat zie je op de verpakking, bijvoorbeeld hier staat 806 lumen. Gelukkig wordt het ook nog in het oude watt uitgedrukt. Let ook op de lichtkleur. De tijd dat een ledlamp wit keellicht, dat is gelukkig voorbij. Ze kunnen zich prima meten met een gloeilamp. Wil jij een ledlamp met warm licht? Let dan op de tekst warm white of warm wit op de verpakking. En er is veel meer keuze. Zo heb je bijvoorbeeld ledlampen met extra warm licht. Of met daglicht. Of met koud wit licht. Het is maar wat je wil. Je hebt ze zelfs die je in alle kleuren van de regenboog kunt instellen. Zoals deze die met een afstandsbediening werkt. Maar je hebt ze ook voor je smartphone. Een andere reden om voor LED te kiezen is het energieverbruik. Gloeilampen en halogeenlampen verbruiken veel stroom. Als je ze aanzet worden ze gloeiend heet. Een spaarlamp is al stukken zuiniger. En een LED-lamp is helemaal zuinig, want als je die aanzet wordt die nauwelijks heet. Dat betekent dat hij veel van zijn energie omzet in licht en niet in warmte. Dat maakt de LED-lamp een goede keuze voor het milieu en voor je portemonnee. Ledlampen heb je natuurlijk ook in allerlei verschillende soorten. We kennen allemaal wel het klassieke peertje, maar ja, je hebt heel veel te kiezen in de schappen. Na het peertje zijn de spotjes populairst. Die zitten vaak in multipakken omdat ze in lampen zitten met een rail of met een armatuur. Ledspotjes heb je met een grote en een kleine fitting. Het meest gebruikelijk is de GU10 fitting. Nou, die werkt heel handig. Je steekt hem hier met de pinnetjes in het gaatje. Draait een kwartslag. En het grote voordeel is, boven een spaarlamp, je hebt meteen fel licht. Dan de levensduur. Je ziet op de verpakkingen claims als 15 jaar levensduur of 20.000 uur. Sommige fabrikanten zetten zelfs garantie op de verpakking. Staat dat er nou niet op, maar gaat je ledlamp wel bijvoorbeeld binnen een jaar kapot, dan hoef je dat niet te accepteren. Ga terug naar de winkel met de verpakking en de bon en vraag een nieuwe. Ondanks de vele voordelen hebben ledlampen ook nadelen. Zo komen roodtinten niet zo mooi uit en sommige ledlampen kunnen problemen geven met je oude dimmer. Let wel op, want niet alle lampen zijn dimbaar. Meestal staat het erop en kun je het herkennen aan dit symbool. Wilde je vroeger een warmere lichtkleur met je gloeilamp, dan dimde je hem gewoon. Maar met ledlampen verandert de lichtkleur dus niet als je ze dimt. Wil je dat wel, dan kun je een lamp kopen waarop staat Warm Glow of Dim to Warm. Zonder dimmer kan het ook, bijvoorbeeld met de Philips Scene Switch. Die bedien je met je gewone lichtknopje en je hebt dus geen aparte dimmer nodig. Een ledlamp is een paar euro duurder dan een gloeilamp of een halogeenlamp. Maar dat geld haal je er wel weer uit, want elke lamp die je vervangt voor een ledlamp, daarmee bespaar je zo een tientje per jaar. Wacht dus niet tot je oude lamp kapot is om er een nieuwe ledlamp in te draaien. Ledlampen worden gelukkig in rap tempo goedkoper. En uit onze test blijkt dat de goedkopere niet onderdoen voor de duurdere. Maar koop niet zomaar de allergoedkoopste, want daar zitten soms wel slechte tussen. Wil je weten welke de beste is? Ga naar onze website en bekijk de test.